De nieuwe parlementsvoorzitter, Ronnie Brunswijk, beseft dat hij de Nationale Assemblée met tact moet leiden. Op een vraag van een journalist over zijn emotionele reacties zegt Brunswijk dat bij elke functie aanpassing van het gedrag nodig is. Hij verzekert dat hij naar eer en geweten leiding zal geven aan het parlement. Brunswijk is tevreden over het werk dat zijn voorganger Jennifer Geerling-Simons heeft verricht. Hij zal op de ingeslagen weg doorgaan om de Nationale Assemblée naar grotere hoogten te brengen. Kijk, iedereen heeft zijn zienswijze. Het parlement is inderdaad naar een hogere hoogte gebracht door mevrouw Simons. Maar ik denk dat we verder moeten gaan van waar ze is gestopt. Dat we verder moeten gaan om dit instituut te brengen waar we dat willen. Mm-hmm. In ieder geval, ze heeft goed werk gedaan, maar wij gaan door. Dus ik treed wel in haar voetspoor en gaat verder. Maar dat moet gebeuren. Kijk, we zijn Surinamers. Het, soms is het zo dat wanneer iemand anders aantreedt dan alles wat goed is, wil die kapot slaan enzovoort. Maar dat gaan wij niet doen. Wij gaan nemen en tillen naar een hogere hoogte. Wat is grotere hoogte? Hoe zul je het parlement willen zien over 5 jaar? Nou kijk, ze is bezig met het digitaliseren van het parlement. Dat alle informatie, dat al ben je thuis, dat je die krijgt. En wij gaan door op dit voet. Brunswijk benadrukt dat de mensen die nu in dienst zijn van de Nationale Assemblée niet ontheven zullen worden als ze over de kwaliteiten beschikken. Als je deskundigen hebt die ergens werken, dan kan je met die mensen werken. Het kan niet zo zijn dat mensen die hier zijn, dat door een andere voorzitter is aangetrokken, dan worden die mensen weggehaald. Zolang je kwaliteiten hebt en je loyaal bent aan de leiding, dan is er niks aan de hand. Dat was Ronnie Brunswijk, de nieuwe voorzitter van de Nationale Assemblée. Hij verzekert dat hij naar eer en geweten het werk zal doen om de Nationale Assemblée naar grotere hoogten te brengen.